Als je kunstenaar bent, moet je je ontdoen van het publiek, zodanig dat je publiek krijgt die naar je werk komt. Wanneer je voor één bepaald publiek zou kiezen, ik denk dat dat heel fout zou zijn. En wat ik nu ook ondervind in de site die we maken, is dat de site een soort van contemplatie heeft. Dat wil zeggen dat mensen binnenkomen en beginnen na te denken over hoe dat onze wereld van morgen er eventueel zou kunnen uitzien. En ik denk ook dat dat iets is wat mijn werk oproept. De site ligt op een hele cruciale plaats. En daarom heb ik ook ja gezegd tegen deze site, omdat ze ligt op een plaats tussen de bewoonde wereld en wildlife. We hebben hier het enigste nationale park in België dat er bestaat. Of toch in Vlaanderen. En daar zitten wij tussen. Dus we zitten een beetje in die schemerzone. Waarin dat we, wanneer dat we voorzichtig zijn met het implanten van een aantal gebouwen, maar ook van een aantal kunstwerken, moeten we echt wel oppassen dat het niet luid wordt. Dat het geen geschreeuw wordt. Dat er een soort van nadenken ontstaat in een pad dat gelegd. En het pad dat aangelegd is tussen de bomen, niet de bomen weghalen. Maar de natuur is hier de baas. En als je die verhouding maakt, dan werkt dat ook in op de mens zelf. Ja, ik denk dat de mens die deze site komt bezoeken, naar huis moet gaan met het idee van, ja, hoe kunnen we de natuur respecteren en hoe kunnen we onze cultuur daarop afstemmen en niet andersom. En ik denk dat we de voorbije jaren, en zeker als men praat over toerisme, het een beetje anders gedaan heeft. Men heeft vooral het toerisme willen aanpassen aan de mens, waardoor dat de natuur onder druk gekomen is, maar waardoor dat we eigenlijk ook op heel veel plaatsen ook die plaats bestierd hebben in plaats van de plaats geholpen hebben. En ik denk dat deze ruimte, als een soort overgangsruimte tussen de bewoonde wereld en een nationaal park, u die verschillende ingrediënten laat voelen. En dat we echt moeten oppassen wat we met onze natuur aan het doen zijn. En als ik vandaag praat met de mensen die hier door de site gaan, dan lukt dat ook. De mensen krijgen respect, omdat we een aantal maatregelingen genomen hebben die zeer cruciaal zijn. Het niet overladen van de site met van alles en nog wat, maar wel de natuur laten spreken. En ik denk, door de natuur te laten spreken, dat je veel meer respect voor die natuur krijgt. En dan neem je mee naar huis. Wel, deze plek was eerst en vooral de woning van de mijndirecteur, de vroegere mijndirecteur. Daarna is het een zoo geworden. En op de achtergrond zie je natuurlijk de villa waar deze mensen gewoond hebben. Nu, 20 jaar heeft het hier braak gelegen en was er niets. En vond ik eigenlijk wel heel bijzonder, omdat de fauna-flora hier natuurlijk een hele speciale ontwikkeling gekend heeft die alleen maar kan ontwikkelen als je 20 jaar gerust laat. En dat heeft mij natuurlijk ook aangetrokken. Maar wat mij vooral aangetrokken heeft, dat het een gewonde plaats is. Maar waar de energie nog in de grond zit. En als je zo'n plaats terug opentrekt, dan krijg je die energie van vroeger, komt terug naar boven. En als je die transformatie in gang zet, dan heb je een nieuwe battery. Zo, het atelier ook waar ik zit, noem ik de battery. De plaats die zich bevindt tussen de bewoonde wereld en een nationaal park, dat inspireert mij, want dat is iets waar ik dat met mijn werk mee bezig ben. Hoe is die clash tussen natuur en cultuur? En toen ik deze plaats zag en vooral de positie dat er ook aan de andere kant de communities liggen, de mensen die toch eigenlijk het slachtoffer zijn geweest van een mijn die gesloten is of van de fort die dichtgegaan is, ja, zij blijven wel achter op een plaats waar dat ze als nomaden zijn neergestreken. En ik denk dat wij allemaal een beetje nomaden zijn. En ik ben ook een nomaad die hier neergestreken is. En die hier vandaag iets nieuw neergeplant heeft. En ik denk dat als we dat respecteren, het verleden, maar dan ook heel scherp toekijken naar de toekomst. En dat is ook echt iets wat ik wou. Ik wou niet een soort van herinneringsgebouw neerzetten of een soort van monument. Nee, maar vooral iets dat leeft. En daarom noem ik dit ook een heel sterk community project. Want de levensader die vandaag door dat park loopt, dat is de levensader van communicerende vaten met de community. Als je hier binnenkomt, dan voel je de fragiliteit van leven. Maar je voelt ook dat het een site is waarin dat nieuwe ideeën opborrelen. En ik ben de mens van het kruisen. Alleen al de naam La Biomista,
hè, is een naam die bestaat uit drie soorten talen. Het Frans, het internationale bio en dan Mista, het Italiaans. Letterlijk vertaald betekent het gewoon de mix van het leven. En ik denk als je met de mix van het leven bezig bent, dat we bezig zijn met de toekomst. Hoe dat we morgen in deze complexe samenleving moeten samenleven. En in deze site ga je dat ook ontdekken. Je gaat de oudheid ontdekken, hè, de historische waarde van een villa met zijn rijke geschiedenis. Maar ook onmiddellijk de confrontatie van een bibliotheek van kennis waar dat mijn foundations in zitten. En die we ook willen transformeren naar de stad. Mensen bij elkaar brengen om na te denken over morgen. En als je het park inloopt, ja, en je komt een kameel en een lama tegen, ga je je afvragen, wat doen die met elkaar? Wat zegt de kip tegen de lama en wat brengt het ei voort? Dat zijn allemaal dingen die gemixt zijn, waar dat we vandaag van denken, ze horen niet samen. Maar als je daar het concept achter vindt en achter zoekt, dan ga je toch wel nadenken dat er mogelijkheden zijn tot nieuwe dingen. En dat is een avontuur. Ik denk dat het heel fout zou geweest zijn om een soort van reservaat te maken van La Biomista, want dan gaat het zijn hele doel voorbij. Want La Biomista moet vooral een inspiratie zijn, maar ook een transformatie van de buurt. En ik denk dat dat heel essentieel is door daar iets uit te halen wat een essentieel iets is. En dat is die horeca. Nu, ik ken dat als kunstenaar. Als kunstenaar ben je zelf ook op zoek naar wat is het tekort van hetgeen dat je hebt, om het tekort te gaan proberen weergeven. En ik denk als je in La Biomista rondloopt, dat je wel het hongergevoel in je hoofd krijgt. En dan, later, krijg je een hongergevoel, de fysieke honger. En die moet je gaan vinden in de buurt. Want het is heel belangrijk dat de buurt ontwikkelt. Het zijn zij die al jaren slachtoffer geweest zijn van de mijn die sluit of de fort die sluit. Het is een beetje een plaats die gewond is. En het is deze gewonde plaats die zichzelf zal terug moeten herstellen. Het is geen gemakkelijke keuze. Omdat het is veel gemakkelijker om een horeca te gaan ontwikkelen op dat terrein. Uw inkomkaartje vragen en dan alles binnen dat terrein te gaan ontwikkelen. Nee, dit gaat nog jaren duren. We gaan er misschien ook wel wat pijn voor hebben. Maar uit die pijn zal heel zeker iets groeien. Ik geloof heel sterk in de ontwikkeling van de community. Ik denk dat we in communities vandaag, als we nieuwe economieën of zo moeten uitzetten of uitrollen, dan geloof ik dat we de communities kunnen hebben, omdat in die communities ga je projecten lanceren waar je heel snel kan zien of ze werken of niet werken. Het is een nieuwe dynamiek. En dat is een groot verschil ten opzichte van grote projecten die bij de overheid bijvoorbeeld zitten, hè, die soms te laat gedetecteerd worden als zijn de projecten die niet werken. En dan is het te laat. En dus ik denk als we morgen iets nieuw willen lanceren, dat dat uit de communities moet komen. En daarom heb ik ook een heel sterke quote daarin ontwikkeld. En ik denk dat dat helemaal van toepassing is voor de nieuwe tijd. Namelijk, het globale bestaat alleen maar door de generositeit van het lokale. En ik heb dat ondervonden met mijn kippen. Met heel het project wat ik gedaan heb, het Cosmopolitan Chicken Project. Ja, ik heb iedere keer moeten aan het lokale, de lokale kip vragen om te kunnen kruisen. En dan uiteindelijk een globale kip te hebben die dan terug zijn genen, zijn sterkte en diversiteit kan afgeven aan de verschillende lokale velden. En daardoor moet je altijd genereus zijn tegenover het lokale. Toen de burgemeester mij zei, ik heb interesse in uw werk, omdat je praat over cosmopolitisme en wij zijn een cosmopolitische stad. En een van de grote voorwaarden was, als we hier kwamen, dat we een werkgroep zouden oprichten met de stad en met de buurt, om juist al die ideeën die binnen mijn werk zitten, om die werkzaam te maken in de Villa Opundi. De Villa is de Open University of Diversity, waar we de ideeën van over heel de wereld waar rond wij werken, samenbrengen aan een grote tafel. En ik heb ook symbolisch de tafel incubator genoemd, omdat het een open tafel is, waarin dat transparante eieren zitten. Waarin dat geflankeerd door beelden van de kracht en de macht, om aan die tafel een soort van spiritueel, sacraal ruimte te
te hebben, waarin dat de nieuwe ideeën met elkaar matchen en zo in de stad kunnen beginnen te leven. Maar ook andersom, we kunnen ze ook terug meepakken op reis, want ik ga over heel de wereld, en kunnen ook de ideeën die hier geboren worden, elders anders neerstrijken. Ik voel al in de tuintjes, ik voel al in de omgeving dat er een soort van passie aan het ontstaan is. Als ik zie dat er een B&B gekomen is die zich al verdrievoudigd heeft, een nieuw restaurant. Ik krijg een mail van de beste pizzabakker van België die zich hier wil komen vestigen. Ik denk dat er een soort van geloof hè, in een nieuwe toekomst zit. We zijn een soort van communicatiepunt begonnen in een van de gebouwen, ook een boddengebouw hier in Genk. Hè. Een depot / kunstgalerij, maar waar dat mensen de inspanning hebben gedaan om te gaan praten. En dat was een privé-initiatief. Hè. Dat is Luc en Yannick Vrieling hebben dat aangepakt, mensen die mijn werk heel goed kenden, waarin dat ze honderden mensen gezien hebben en gepraat hebben over wat La Biomista zou kunnen worden en gaat worden. En ik denk dat het altijd belangrijk is om die zaden op voorhand te planten. Want ik denk als je zomaar hier zou neerstrijken, en dat weet ik maar al te goed, als een vreemde op een plaats waar mensen wonen, ja, dan ga je eerst met die mensen in gesprek. En als je niet met die mensen in gesprek gaat en je zet u daarboven, ja, dan wordt dat niets. Je moet eigenlijk mee met hun praten. Concreet, de participatie van de buurt. Ja, zij zijn degene die bijvoorbeeld het erfgoeddossier in gang gestoken hebben om de villa te bewaren als een soort van erfgoed. Ik vind dat een prachtig initiatief. Als je dan vandaag ziet hoe dat de villa is, ja, dat is de buurt zijn verdienste. Het is ook de buurt die Nomadland draagt. Het is de buurt die daar de initiatieven voor moet nemen. Het zijn zij die een B&B stichten. Het zijn zij die een nieuw restaurant oprichten. En juist door dat tekort te genereren in de site zelf, ja, is de verleiding groot om naar die restaurants te gaan. Ten slotte, food for the belly is food for the brain.